zijn weer terug. Zonder baard. Zonder baard. Hallo. Ja, we zijn, kijk, op de set van... Op de set van de videoclipping van Wale en mij met Evie Wacht. Project met Sohi, met Oes Gil en Doutje. Ja. En Morris. Ja, ja. Super nice. Welkom. Ja, we zijn dus weer in de wijk in Tiel. Of course. Of course. Hier ben je opgegroeid, toch? Hier ben ik opgegroeid, dus staat hier achter. Oké, okay. Ja. Nice. En waarom moest ik ook weer komen? Wat gaat gebeuren? Ja. Of is dat verrassing? Nou, ik weet. Wat gaan we nu vertellen? We hadden een politieagent nodig. En zij is politieagent. Ja, ik trek straks mijn uniform aan. Ja. Mrs. Officer. Nee, ja. Mag er iets verteld worden? Of, zeg maar. We hebben een clip. En het gaat over een jongen en een meisje. Een man en een vrouw. En in de clip zien we dus dat iemand verliefd is op de Alifuru Queen. Maar niet durft, want haar broer, slash vader, is gevaarlijk. En dan gaan wij als boys onze AD helpen om... Voorbereiden. Ja, gewoon, yo, je moet een date fixen met haar. Ik ben benieuwd. Kijk, daar staat mijn... De lover. Degene die aan mijn deur gaat kloppen. Ja, ik... Zie, ik kom in je deur. Nee, ik kom in je deur en ik klop. Oké. Ja, we gaan het zien. We gaan straks even outfit kiezen en zo. Ja. En dan we gaan beginnen. Het is een beetje bewolkt, maar hopelijk komt het wel goed. Spannend. Ja, we zijn eindelijk begonnen. Ja, ik zie daar een heel groot ding staan. Wat is dat? Ja, het is een butterfly. Daarmee weerkaatst het dus eigenlijk het zonlicht. Dus als je niet... Even zo draaien, dan even het zien. Ja. Oh. Super groot scherm, en dan kunnen we. Ja, oké, okay, ja, maar er staat niet superveel dus zo maken we ons gebruik van wat we hebben. Dus, oké. Okay. Ja. Professioneel. Let's go. Ja, echt hè. Dit is de broer die mij gaat beschermen vandaag. Hoi. Hoi. Ja, zijn outfit is al gekozen hier zo. En nu zijn we mijn outfit aan het kiezen. Lukt het of is het te veel keuze? Stylist, zeg maar. Okay, we gaan een vrouw stylen. Ja. Zo. Nou, ben benieuwd wat eruit komt. Ja, dit is goed, dit is top. En dan heb je... Ik vind dat mooier, denk ik. Maar dat is weer een vestje. Dat is een vestje, hè? Dat is geen hemdje. Zie je? Twee mannen gaan praten. Ja. Ik zou... Maar kunnen we niet hier iets mee doen? Ik loef het wel echt. Okay. Je hebt twee outfits. Oh, dus dat is voor een meeting. Dit is voor de ontmoeting. Ontmoeting. Ja. Alright. En dit is voor de deur. Ja, dus doen we dat. Alright. Ga je omkleden? Heb jij mij... Nee, ik moet me niet omkleden. Nee, je moet je niet omkleden. Ja, maar wat voor nonna ben ik? Hoe moet ik me gedragen? Nonna is een verlegen, maar toch wel hele gezellige meid. Oké. Okay. Maar het is een beetje... Het is gewoon een moeilijk feit. Een beetje kat uit de boomkering, maar uiteindelijk wel heel gezellig. Oké. Okay. Zij is ook redelijk verliefd op die jongen. Redelijk verliefd? Oké, hoe ziet dat eruit? Nee, wacht, kom eens zien. Zij is geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd, oké. Okay. Ze wil op date. Ja, ze is geïnteresseerd voor een date. Oké. Okay. En dan ook, maar je vindt ook wel dat hij de eerste move moet maken. Ja. En dat gebeurt dus. Oké. Okay. Dus dan ben je best wel blij. Oké, nou. Betere brieven kan je niet hebben, toch? Is goed. Ik ga me even voorbereiden in de spiegel. Al wat jij zegt. Nee, dat is René, dat is de DOP. Ja, heb ik net kennis gemaakt. Van Huawei hoorde ik? Ja. Of niet? Ja? Ja? Van Allang. Ja, dan zijn we Pella. Dan weet je dat. Dan weten we dat. Nou, dit is Boem Pella. Oké dan, gezellig. Hij gaat voor de deur, gaat aanbellen. Maar wat hij niet weet is dat jij de deur opent. Dat is hij. Ben je een beetje bang of... Beetje maar. Klein beetje. Dus dan weet jij de deur op en ze stond
Je hoort eigenlijk geen geluid, maar het is wel van, wat doe je hier? Wat dat je? Ja. En dan hij denkt van, en dan ga ik gewoon doorvragen van, wat moet je doen? Ga weg, joh, dit, dat. En dan komt zij eraan van, nee, pap, is, pap, broer, is, ik ken hem. It's all good. Ja, ja, ja. En als je eenmaal doorhebt van, oh, het is all good van haar, dan denk je, oké, okay, nou, dan laat ik ze. Ja, ja, step back, ja, ja. Dus je denkt, wel, dat is een gekke stalker. En, een bloemetje voor mij en terug. Ja. Ja. Dan heb je zeg je, ja, ik heb een bloemetje voor jou en ik zou het wel gelukkig vinden als je een keer met mij zou willen, wat, zou willen drinken. En dan kijk jij van, ja, moet ik even over nadenken en dan ben jij een beetje aan het nadenken. Oké. En dan nadenken en dan ben je zeg je, ja, ik zou het dan maar. Ik zou, ja, of, ja, ik zou het eigenlijk ook wel, ik zou het ook wel leuk vinden. En dan pak je zijn bloemetje. Oké. En dan lach je een beetje en dan... Het is ook een beetje even denken wat wijsheid is hoor, maar... We gaan het uitproberen. Ja. Oké, okay, nice. Hoe voel je je als je zo die deur gaat openen en opeens gevaarlijk? Zo, als ik dan daar naartoe kijk, dan denk ik gelijk van... Nee joh! Hij zit klaar. Oké, kom goed. Oké, ja? Oh ja, we're ready. Let's go. Ja, je hebt uit de camera. Gil krijgt nog meer instructies van de regisseur. Morris Matuboos. Is geboren actrice, man. Jullie gaan het allemaal zien straks in de clip. Dat is goed. Niet alleen badminton. Nou, alsjeblieft. Oh, en hoe ziet het eruit? Ik heb geen idee hoe. Even tussen. Nee, maar ja, dit, echt, dit plaatje is heel anders, jongens. Huh? Dus eigenlijk dit plaatje is voor camerafocus. Mm. Oh. Dus je kan niet heel veel zien, denk ik. Mm. Zo. Oh. Hey. Oh, je kan het wel een beetje zien. Nee, die woont hier niet. Die woont hier niet. Ah, shit. Maar, kom maar, ik wil ook eens kunnen zien. Sprak uit. Shit. Oké. Okay. Hier, kijk. Ja. Maar Zek, zie je ook dat boek 1 nog blijft hangen? Ja, ga je nog terugkijken. Jongen, hij is camera bewust aan dit film. Camera bewust. Welke film is dit? Echt, hè? Welke film is dit? Het is Capitão. Deze is dom. It's a rap. Oké, okay, dit nummer is het nummer wat binnenkort gaat uitkomen, toch? Klopt, ja, dit is het nummer wat binnenkort gaat uitkomen. Ja, hoe heet het? Jampadiri. Jampadiri, en wat betekent dat? Jampadiri betekent niet aanstellen. Niet aanstellen? Niet aanstellen, gewoon doen. Geproduceerd door Cranky, Jones en ik zelf op de tune. Oké, okay, niet aanstellen als in niet bang zijn om mij aan te spreken dan? Ja, niet aanstellen, gewoon ervoor gaan. Gewoon durven. Pak je kans. Ja. En, dat gaan we dus nu allemaal vertalen op beeld. Ja. Ja, en het hele nummer is in het Maleis? Klopt, ja. Ja, en is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een zeer bewuste keuze. Omdat wij... kijk, wij luisteren natuurlijk ook, wie of jij misschien ook, Franse muziek luistert. En ik versta persoonlijk zelf geen Frans. Mm. Maar ik kan er wel heel erg op viben. Ja. En wij willen zeg maar dat ook nu hier brengen. Als in van, hé, jullie verstaan ons ook niet. Maar laat, kijk, muziek is een universele taal. Ja. En dat is wat we zeg maar willen neerzetten. Ja. En gaandeweg komen de mensen toch achter wat dingen gaan betekenen. Door middel van de ondertiteling en uitleg over nummers. Dus we gaan ze gewoon kennis laten maken met wie wij zijn, wij allemaal. Ja. Oké. En hoezo is het zo belangrijk dat we onze taal delen met, binnen de gemeenschap? Misschien voor de jongeren, maar ook naar buiten misschien? Nou, binnen de gemeenschap is omdat taal verbindt. Het verbindt ons als volk. We dragen zo onze identiteit uit. Ja. We kunnen zo blijven onthouden wie we zijn, waar we vandaan komen. En naar buiten is het ook belangrijk om te laten zien dat wij, ondanks dat we nog steeds zijn, onze talenten en onze identiteit gebruiken ten goede. En dat is wat we zeg maar, naar buiten willen brengen. Ja. Dat, daarom is het denk ik wel heel erg belangrijk om dat zeker voor te zetten. Meer aandacht aan te besteden. Ja, mooi. Want het is niet alleen wij, maar heel veel doen het al. En we hopen natuurlijk ook door middel van dit te doen, deuren te openen voor de next gen. Ja. Dat zij ook, zeg maar, kijk, wij zijn meestal ook van nature heel bescheiden. Mm-hmm. Maar dat ze dus nu ook krijgen van, hey, jumpen dit in. Gewoon doe maar gewoon.
durven toch? Ja. Maak de sprong in het diepe en kijk maar gewoon, laat je leiden door God in deze weg, zeg maar, in wat je ook bedoelt. Al is het school of muziek of wat dan ook, weet je? Ja, zeker. Zolang je maar altijd weet wat de basis is. Ja. Nice. En de taal, hè? Hoe kan het zo dat jullie daar zo vloeiend in zijn? Het begint thuis. Het begint echt thuis. Ja. Dan heb je sowieso al een voorsprong. Hey, Ujang, hè? Ujang, ja. Regen. Regen, ja. Kunnen we anders binnen staan of zo even? Ja? Kom, we gaan wel even binnen. Ja. Want anders dan wordt de ramboot, mijn haar, binnen, wordt... Anders wordt die box ook droog. Of droog, nat. Niet goed. Box wordt droog! Oké, we gaan even naar binnen. Ujang, ja man. Okay. Maar het begint thuis met de taal. Maar voor de mensen die misschien dat niet thuis hebben meegekregen, of die daar eigenlijk niet zoveel mee hebben. Ja. Hoe kan het dat jullie dat oefenen jullie dat met familie op de Molukken? Of? Nou, zeg maar, het is gewoon een kwestie van durven praten ook eigenlijk. Ook met je vrienden onderling. Ja. Yeah. Gooi af en toe, ik zeg ook altijd tegen mensen, zeg maar, tegen mensen die nog niet zich daar helemaal thuis in voelen. Ja. En dat wel heel graag willen. Dus gooi elke keer wanneer je tegen mij praat, één woordje erin wat je wel kent. En op een gegeven moment worden dat steeds meer en op een worden complete zinnen. Weet je, dus zo we moeten elkaar blijven leren, zeg maar. En ik denk dat dat de manier is om dat te bereiken. Ja, oké, nice. Hopelijk komt er ook ondertiteling bij jullie nummer. We gaan het zien. Ik weet het zelf niet, volgens mij wel. Hey, dan ben je die assen. Druk. Ja, nou, zou fijn zijn. Want dan weet ik ook dit nummer, want ik hoor het nu een paar keer. Ja. Okay. Ik herken dan af en toe woordjes. En de zin. Durf te vragen. Er zijn geen domme vragen. Je mag daar. Nee, klopt. Je durft te vragen. Ja, durf te vragen. Oké, thank you, Dwale. Yes, graag gedaan. En de winnaar voor beste actrice 2023 gaat naar... De winnaar, de Gouden Kalf gaat naar... Itje. Wat vind je ervan tot vandaag, tot nu? Ja, leuk. Ja? Ik heb nog nooit zo moeten acteren. Dus dat is wel een leuke ervaring. Gezellig met alle boons. Tje. Ik ben wel echt de enige... Ja, echt hè? Van stylist allemaal mannen. Ja, volgens mij ging het wel goed, toch? Ik vond het hartstikke goed gaan, man. Hoe vond je dat ik het heb gedaan? Ja, was goed, man. Ja? En mensen gaan het zien straks in de clip. Dat is nog gezien, maar... Ja, man. Het is gewoon heel natuurlijk. Oké. Tje. Het lijkt wel alsof je die situatie hebt meegemaakt. Tje. Zijn er ooit boys bij jou voor de deur geweest? Nee. Wegwezen jij? Nee, maar ik heb ook geen gevaarlijke broer. Oh, oké. Wel neven. Neven, ja, dat snap je. Men weet dat. Dus we gaan nu naar de stichting. Even makken. Even wat eten. Ja. En dan hou ik hem goed vast trouwens. Ik ben amateur vlogger. Ja, je ziet... ja, zo beter. Oh, mijn arm, Jack. zon schijnt. Even wat eten. Even eten. En dan nog wat en daarna shots nog maken, een shot. Toch? Nog een shot van jou met de ontmoeting. Ja. En dan ben je ook klaar. Oké, dan. En dan gaan we... Ja, zo. En dan gaan we de boys dingen doen. Dan gaan jullie met de boys. Met de neven gaan jullie hem voorbereiden, toch? Ja. Dus jullie zijn eigenlijk. Hey! Mijn broer. Wat handig, hè? Ik wil ook zo'n broer. Ik ga stuk. Gewoon die. Ik ga gewoon vragen of ik. Af en toe gewoon. Kun je even doen als mijn broer? Even helpen, even. Ik ga stuk. Echt. Oké, nou, dat was hem weer. Tot de volgende vlog. Oh nee, volgende af. Whatever. Ja, zo direct. Tot zo direct. In de stichting. Nee, kerk is al afgelopen. Die zit hier. Girl. Leukste kerk. Ik hoor wat je zegt. Groene. Geel en rood van de arts. We gaan even vertellen dat wij in het verleden ook samen hebben gewerkt. Hoe lang was het geleden? 9 jaar, 10 jaar geleden? Ik denk dat het bijna 10 jaar geleden is dat we een klein commercial gingen opnemen voor... Hoe heet het ook weer? Ik weet niet meer. Shock Absorber, inderdaad. Sport BH. Ja, dat is heel lang geleden, ja. Ja, toen gingen we shooten op Papendal. Dat was wel vet. Maar toen was je echt net begonnen, of niet? Ja, klopt. Ja, in die tijd deed ik echt vaker van die kleine filmpjes, maar dan deed ik alles zelf, weet je wel. Dus, ja.
Dat was leuk. En dat was ook... Toen ging bol.com het ook retweeten. Ja. Of nee, ze had een post maken. Ja, dat was helemaal klopt, happening. Klopt. Ja, dat is wel sick, ja. Ja, superleuk. En nu zijn we hier. En nu weer hier. En wijzer. Ja, ja en grijzer. En grijzer. Heb je al grijzer? Ja, stress. Ik heb wel meer krullen vroeger. Nou, dat was het. Curly, curly. Transition. Bro. Ja, roodjes, man. Hoe zit het daar? Voor mijzelf, ik denk dat Volgende scène waarbij we elkaar voor het eerst gaan zien. Ontmoeting. We hopen dat de zon blijft. Een beetje. En hij loopt in één rechte lijn. Oh, oké. Okay. Ja, hairflip. En kijk naar de camera en zwaai. Hoi allemaal. Loop maar door. Dat is het. Oprecht. Oké. Okay. Oké, okay, dus... Dat is het. Loop. Kijken naar de camera, zwaaien en doorlopen. Ja, een beetje flirten. En dan wegrennen. En ik heb alleen een cue met je kan lopen. En voor de rest mag je op eigen gevoel gaan zwaaien en lachen. Maar subtiel lachen? Of subtiel zwaaien? Of echt... Nee, het is soort van je kent hun niet. Dus niet zo van, hey, ja. Nee, gewoon een beetje van, verlegen. Gewoon een beetje malu. Met het apart van, hey. Oké, okay, we gaan voorzichtig zwaaien. En ook een beetje, als je, het zou top zijn, stel de camera is oprecht daar. Dat je een beetje niet in het midden gaat kijken. Ja. Dat je een beetje zo achterover gaat. Oh, achterover. Ja. Of oké, achterom kijken. Ja. Achterover. Ah, dat komt helemaal goed. Zo. Ja, opeens. Hallo! I'm the exorcist. Let's go. Oké, okay, nou, dan gaan we. Ja, ik hoor het heel vaak. Daar gaan Wiegert. Ja. Lievert? Ja, jeetje. Jeetje. Ja, nee. Ik heb geen ervaring op campus. Nog een paar voortrekken op je dag voor mooie haren. Ja, jeetje. Man, dat... Ja, hij zal zo maar. Dat zie je nu ook alweer. Terug naar nul, terug naar nul, go, 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 go. Er is geen wind nu, dus camera loop en actie. Zo, boos. Moet ik boos, beetje? Moet ik boos? Zo'n klein dipje met het handje volgens mij. Ja. Net toen ze wegdraaien met het handje, ging hij even weg en daarna kon hij weer terug. Kijk eens mee. Dit is Actorlife, hè? 35 keer het ding opnieuw doen. Ja, dat is... Oh, nog een keer. 36 keer. Let's go. Dat was perfect. Het snel nu voor die winning. Filmt hij nou? Ja. Jongens, applaus voor Gil! Het is gevrapt. Bam. It's a wrap for me. De rest gaat nu door met filmen. Acting. Hoe was het? Leuk, spannend, anders. Ja, het debuut. Ja, wel leuk om te doen. Hey, Okay. We gaan dit vaker doen, hè? Laat maar weten. Ja, man. Wel eens eerder laten weten. Ja, hoor. Wat lach je? Wat lach je? Wat lach je? Nee, is goed. Het was superleuk. Ook gezellig met jullie. Dus. Ik vermoed dat we nog films en series en videoclips... Ja, gaan we samen meer filmen? We gaan echt veel doen nog. Ja, ik hoop het wel. Ik had niet verwacht dat jij zo goed kon acteren. Nou, ik weet niet hoor. Ik doe ook maar wat. Jullie gaan het zien in de clip! Hi, man.
Zo, dat was mijn dagje wel. Ik ben nog niet klaar vandaag, want ik ga nu weer door naar een volgende afspraak voor de EO. Maar superleuk om mee te maken vandaag een muziekvideo te shooten. Hier in de wijk, in de Molukse wijk in Tiel. Gezellig, leuke figuranten. Het wordt wel echt een leuke, grappige videoclip volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit gaat zien. Begin augustus komt die uit, dus hou het in de gaten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en inspirerend, leerzaam. Het is toch wel leuk om dit soort dingen in beeld te brengen. En ja, dan zie ik jullie hopelijk in de volgende video weer. Ik ga er vandoor. Ik moet ook nog even eten en dan nog even volhouden. Come on, let's go. Ik kan dit. Mocht je nog leuke ideeën hebben voor mij om te filmen, let me know in de comments. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en te delen, te liken. En dan zie ik jullie de volgende vlog weer. Bedankt voor het kijken en adios!